natuurlijk heel veel aan de hand in Nederland en ook in het buitenland rondom copyright, al dat soort dingen. Op de snelweg worden de auto's gestuurd door snelheid. Mensen kunnen er binnen ook een beetje zoeken. Het internet, dat is eigenlijk een grote netwerk van asfalt en dingen waar de auto's maar een beetje zelf hun weg moeten zien te vinden. Maar er komt steeds meer controle over. Er zijn nu momenteel in Baku, Azerbeidzjan, is de Internet Governance Forum. Er zijn heel veel belangrijke partijen bij elkaar om te gaan discussiëren over waar we controle moeten hebben of niet. En of we nog netneutraliteit kunnen behouden. Netneutraliteit. Het wordt dus al een aantal keren genoemd. Ik ben daarom ook blij dat we een expert hebben hier die dat allemaal fijntjes technisch kan uitleggen. Hij is erg druk, want hij werkt bij TNO als onderzoeker cybersecurity. Hij werkt ook bij de Radboud Universiteit, bij de Digital Security Groep. En hij leidt dan ook nog het Privacy and Identity Laboratory. En morgen om 6 uur moet hij ook weer ergens ver weg zijn. Dus ik ben hartelijk blij dat hij hier is. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Jaap Henk Hoepman. Ja, Henk, welkom. Jij gaat gewoon een presentatie doen. We gaan niet meer lullen, jij heeft mij al genoeg gehoord. Dus ik start hem even voor je op. Mooi zo. Hier heb je het dingetje, kan je daar klikken. 10 minuten netneutraliteit met Jaap Henk Hoepman. Dankjewel. Ik ga het over netneutraliteit hebben, maar ik ga het eerst met u hebben over netwerken. Ik ben techneut, informaticus. En als je het over netneutraliteit wilt hebben, moet je enig begrip hebben over hoe netwerken, en dan specifiek het internet, nou echt werken vanuit techniek. Omdat dat bepaalde effecten heeft over wat je wel en niet kunt doen, wat je wel en niet kunt afspreken. Netwerken kennen we allemaal. Telefonienetwerk bijvoorbeeld, nou, dat bestaat al jaren. En dat is een netwerk wat over de hele wereld bestaat, wat eigenlijk iedereen wel gebruik heeft. Dit is een oude foto met telefonisten die nog echt mee konden luisteren met de gesprekken. Je belde de centrale en dan werd je echt doorgeprikt, letterlijk. En ik laat dit netwerk even zien omdat heel veel mensen misschien denken dat het internet, omdat het voor een deel over telefonienetwerken loopt, dezelfde eigenschappen heeft als een telefonienetwerk. Maar dat is dus niet het geval. We hebben ook nog andere netwerken. Post bijvoorbeeld. Dat is ook een netwerk. Tegenwoordig noemen we dat snailmail, langzame mail. Maar heel betrouwbaar, het komt aan, het gaat in pakketjes. En het internet heeft wel iets van een postnetwerk. En het internet heeft ook wel iets van het wegennetwerk. Ook zo'n netwerk wat overal en nergens is. En dit is dan het internet, een plaatje van het internet. Hier zie je de kabels die allemaal onder de zee lopen, die de verschillende netwerken met elkaar verbinden. En dat is ook eigenlijk de oorsprong van het woord internet, want het was een netwerk tussen netwerken. Het verbond allemaal netwerken met elkaar. En hoe werkt dat dan precies? Hoe kun je nou op het internet bepaalde berichten van de ene plek naar de andere kant over die kabels die daar lopen onder de zee of door het land? Hoe werkt dat? Nou, ik zei net al, van internet werkt eigenlijk voor een beetje als een postnetwerk. En eigenlijk maakt het internet gebruik van briefkaarten, heel plat gezegd. Als jij een berichtje wilt sturen van de ene computer naar een andere computer op het internet, doe je dat eigenlijk via een briefkaart. Er zit een stukje data in, dat is het bericht wat je wilt sturen. Er is een afzender, die staat eronder, en er is een adres waar het naartoe moet. En bij het internet is een adres een IP-adres, gewoon een nummer. Moeilijk te onthouden, maar wel uniek en daardoor heel makkelijk om te bepalen naar welk computer het moet. Maar er zit nog een stukje bij. Het gaat niet alleen om dat nummer van het computer, dat adres, maar er zit ook nog een poortnummer bij. En dat poortnummer zegt eigenlijk wat voor soort informatie, wat voor data daarin zit. En je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met een groot flatgebouw. Dit flatgebouw heeft een IP-adres. En in dat flatgebouw zijn allemaal verschillende kamers. Verschillende appartementen. En ieder appartement heeft een eigen nummer. Nou, dat is eigenlijk het poortnummer. Dit is eigenlijk één computer met allemaal verschillende poortnummers. En daar zitten eigenlijk verschillende applicaties achter. Achter iedere deur zitten verschillende applicaties. Bijvoorbeeld mail. Dat is een speciale applicatie. Die zit achter poort 25. Het World Wide Web, HTTP, zit achter poort 80.
En dat maakt nogal veel verschil. Als je een mail stuurt naar een webserver, dan kan hij er niks mee. En als je probeert data op te halen van een mailserver, dan gaat het ook fout. Dus je moet niet alleen het adres van die computer weten, maar je moet ook het poortnummer weten. En het poortnummer bepaalt nou, of het gaat om mail, of het gaat om webverkeer, of om andere zaken. Dan zei ik al, van ja, adressen zijn IP-nummers. Nou, IP-nummers zijn natuurlijk hopeloos vervelend om te onthouden. En de meeste mensen zullen die IP-nummers nooit zien. Wat wij normaal gesproken zien, zijn domeinnamen. En dan is de vraag, van hoe vind je bij een gegeven domeinnaam nou uiteindelijk de computer waar dat berichtje naartoe moet? Nou, daar is eigenlijk het domain name system voor en eigenlijk is dat een soort telefoonboek. Het telefoonboek van het internet. En er staat eigenlijk gewoon voor ieder domeinnaam tenminste één IP-adres van de computer waar uiteindelijk dat berichtje dan naartoe moet. En dat zijn in vogelvlucht de belangrijkste componenten van het internet. Dan zou je denken van, god, dat zou toch een heel lang verhaal moeten zijn. Nee, eigenlijk is het heel, heel klein en heel simpel. Maar ja, dan is het nog wel even de vraag van, hoe werkt dat dan echt? Hoe gaat het nou echt in zijn werk? En ik hoop dat een beetje inzichtelijk te maken met deze animatie. Stel, we hebben een gebruiker. En die zoekt naar TikTok. Dus hij typt in de browser daarbovenin www.google.com search naar TikTok. Wat moet er nou gebeuren om te zorgen dat uiteindelijk dat verzoek uiteindelijk terechtkomt bij Google in Amerika, die dan volgens een antwoord construeert? En hoe komt dat antwoord dan uiteindelijk bij mij terug? Nou, laten we kijken wat er gebeurt. Daar wordt eerst zo'n pakketje van gemaakt, zo'n briefkaartje van gemaakt. Ik sta erin, from, en er staat een to in, een to-adres. En wat staat erin? Ja, we moeten eerst zoeken naar waar is Google. Dus dit is niet een pakketje wat naar Google gaat. Nee, dit is een pakketje dat naar zo'n telefoonboek moet gaan. En iedere ISP, iedere internet service provider heeft zijn eigen telefoonboek waarin je, als je een abonnement hebt daar, kunt zoeken op zo'n domein. In dit geval is google.com. Dus er gaat zo'n berichtje naar zo'n nameserver. Je ziet hem daar al staan onderin bij mijn ISP. Daar moet hij naartoe. En daar moet de vraag naartoe gestuurd worden van waar is Google? Ja, daar gaat hij. Nou, dan gaat hij eerst naar mijn ADSL-modem. En er stond een adres in waar dat pakketje naartoe moest. Nou, mijn modem kijkt van, nou, ken ik dat nummer? Nou, ik ben het zelf niet, maar ik weet waar het naartoe moet. Het moet naar de ISP. Dat heet routeren. Dus hij kijkt iedere keer als je bij een nieuwe knooppunt in zo'n netwerk terechtkomt, kijk je van, wat staat er in het pakketje? Wie is de uiteindelijke bestemming? Je kijkt van, weet ik waar het naartoe moet? En dan stuur je die kant op. Hier komt het bij mijn ISP terecht. Nou, die kent zijn eigen nameserver, dus die weet, oké, die moet daarheen. En dat pakketje komt bij de nameserver. Die gaat hem dan uiteindelijk echt lezen. En beantwoorden. Want de nameserver weet waar Google is. Dus ik krijg nu een pakketje, wordt gemaakt. Gaat van de nameserver, gaat terug naar mij. En er staat in, google.com is op dat adres. 173.194.66.103. Dat pakketje gaat terug naar mij. Uiteindelijk, ja, daar gaat hij. Ja. En nu weet ik dus waar ik uiteindelijk mijn vraag naartoe moet sturen. Naar welke computer? Namelijk naar 173.194.66.103. En dit gaat over HTTPS. En daarom staat daar het poortnummer 443 achter. Dan komt het op, zeg maar, op het juiste appartement bij Google binnen. Dit pakketje wordt ook weer verstuurd via mijn ADSL-modem, ISP, de Amsterdam Exchange, waar Ot van Dalen het al over had, de grote computer in Amsterdam, die uiteindelijk de verbinding met onder andere Amerika heeft. En zo komt het pakketje uiteindelijk bij Google terecht. Nou, Google krijgt het pakketje binnen op appartement 443, leest het pakketje en construeert het antwoord. En dit is het antwoord, een HTML-pagina. Ook daarvan liet Chris al een stukje HTML-code zien. Nou, je moet voor de grap eens naar de HTML-source van Google antwoord kijken. Daar staat heel veel bagger in. Wel functioneel, maar waanzinnig. Dit moet terug. Dit is veel informatie. Dit past niet in één internetpakketje. Dus wat er nu gebeurt is dat dit zeg maar, in verschillende pakketjes achter elkaar wordt geplaatst en vervolgens terug wordt gestuurd naar mijn computer. En hier zie je het begin van dat HTML-bericht. HTML-title, bla bla bla. Dat gaat terug. En er gaat er eentje, misschien via de New York Internet Exchange naar mij toe. Er gaat er nog eentje. Die gaat
via een andere internet exchange. Dus die pakketjes hoeven ook niet noodzakelijkerwijs via hetzelfde pad uiteindelijk bij mij terecht te komen. En uiteindelijk zijn al die pakketjes komen aan. Nou, dat waren er vrij veel. En voilà, ik heb het resultaat. Dat is heel grof weg hoe dat internet werkt. En hoe dat samenspel is tussen aan de ene kant dat telefoonboek, dat domain name system. En aan de andere kant al die verschillende routers, die computers op het internet, die iedere keer kijken naar zo'n pakketje. Eigenlijk die briefkaart pakken, kijken van hey, wie is de afzender, wie is de geadresseerde. En het dan vervolgens doorsturen. En de grap is dat vanwege deze opzet van het internet zich eigenlijk niet zo helemaal gedraagt als een telefoonnetwerk. Er is eigenlijk niet één centraal punt van controle. Ja, je hebt een abonnement bij je ISP. Maar op het moment dat die pakketjes de ISP verlaten, kunnen ze alle kanten op. En dat maakt ook allemaal niet zo heel erg veel uit. En eigenlijk lijkt in die zin het internet nog veel meer op een wegennetwerk. Als je een auto hebt, kun je de weg op en kun je rondrijden. Er zijn wel bepaalde beperkingen op, regels op wat voor auto's daar mogen rijden, maar dat geldt voor IP-pakketjes ook. Die hebben ook maar een maximale lengte, hebben ook bepaalde formaten vereisten. Maar het is een hele beperkte mate van centrale controle. En dat is wel belangrijk om je te realiseren, omdat dat effect heeft op wat je aan controle, aan de ene kant, en qua netneutraliteit aan de andere kant kunt doen. En dat is eigenlijk een beetje de vraag, van hoe zou je nou kunnen filteren op het internet? En hoe zou je dat kunnen doen? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken van, nou, we willen geen bepaald soort verkeer meer hebben. We willen bijvoorbeeld al het mailverkeer blokkeren. Dat is makkelijk. Dan zeg je gewoon, alle verkeer op poort 25 blokkeren we, dan hebben we alle mail geblokkeerd. Ja, dat is leuk, dat zou kunnen. Je hebt ook zoiets als een tunnel. En in feite is een tunnel hetzelfde als het inpakken van een pakketje in een ander pakketje voor een ander poortnummer. Het is hetzelfde alsof je zegt van, nou ja, stel de politie controleert bij de flat dat er geen enkel pakketje wordt afgeleverd op nummer 25. Als ik maar een afspraak heb met mijn buurman op 26, dat hij het pakketje voor mij aanneemt en het volgens aan mij doorgeeft, nou, dan heb ik mooi die politie omzeild. Nou, dat kun je dus met het blokkeren van poorten, heb je dat effect dus ook. Wat je ook zou kunnen doen is, in het geval van de Pirate Bay bijvoorbeeld, domeinen namen blokkeren, het domain name system blokkeren. Ja, dat betekent inderdaad dat ik geen antwoord meer krijg op de vraag van, wat is het IP-adres die daar bij dit domeinnaam hoort? Nou ja, we hebben dat ook wel weer bij de Pirate Bay gezien. Wat ze dan volgens doen is of een andere domeinnaam claimen, of gewoon overal nergens publiceren wat het echte IP-adres van die computer is. Kom je er alsnog? En wat je dan uiteindelijk nog zou kunnen doen, is een IP-adres zelf blokkeren. Nou, dat kan. Maar je kunt ook zo een nieuw IP-adres aan een computer toewijzen en dan is hij alsnog weer bereikbaar. Dus je ziet dat het verdomd lastig is om te filteren. Dan ging het hier om de vraag van hoe kun je filteren. De vraag is misschien ook nog wel van waar kun je filteren. Nou, dat kun je op verschillende plekken doen. Je kunt het bij de gebruiker zelf doen. En bij de meeste mensen zal wel een soort firewall draaien. En de meeste mensen hebben, al was het maar in hun eigen mailprogramma, een spamfilter om in ieder geval junkmail te filteren. Dus dat kan. Je kunt het ook bij de ISP doen. En dat zag je bij het geval van de zaak van Brian, waarin Access for All en KPN werd gevraagd om de Pirate Bay bij de ISP te blokkeren. En dat is voor een deel effectief. En de abonnees van Access for All hebben daar in zekere zin last van. In ieder geval de mensen die verder niet weten hoe ze daar omheen moeten komen, hebben daar last van. Wat je ook kunt doen, is filteren bij een grote internet exchange. Eigenlijk zo'n ding wat op de grens staat tussen het ene land en het andere. En je ziet dat gebeurt dus bijvoorbeeld in landen als China. En dat is een heel grof middel, maar in zekere zin ook nog wel een behoorlijk effectief middel. Je kunt daar behoorlijk veel tegenhouden als je wil. Dus vandaar dat het blokkeren van internetverkeer in een land als China kan. Zolang je dat maar op landelijke schaal doet. Nou, dat is even de achtergrond, de techniek achter het internet. En wat voor consequenties dat heeft voor filteren en daarmee dus ook voor netneutraliteit. Dat is ook je ziet hierin dat techniek een hele belangrijke rol speelt in wat je wel niet en wel en niet kunt doen qua beleid, qua regulering, qua controle op zo'n netwerk. Dat is ook een van de redenen waarom wij in Nijmegen, waar ik dan docent ben, het belangrijk vinden om daar ook veel onderwijs over te geven. En,
Een van de leuke dingen die we gaan doen volgend jaar is bijvoorbeeld een nieuwe cybersecurity bachelor opstarten. Om nog meer mensen te vertellen over hoe die techniek nou in elkaar zit en hoe je die veiliger kunt maken en hoe je die privacyvriendelijk kunt maken. Dat was het, Chris. Ja. Ik hoop dat het duidelijk was. Ja, dankjewel. Jaap Henk Hoekman. Ga even zitten, nog even een applaus voor hem. Heel veel aan de hand in Nederland en ook in het buitenland rondom copyright, al dat soort dingen. Op de snelweg worden de auto's gestuurd door snelheid. Mensen kunnen er binnen ook een beetje zoeken. Het internet, dat is eigenlijk een grote netwerk van asfalt en dingen waar de auto's maar een beetje zelf hun weg moeten zien te vinden. Maar er komt steeds meer controle over. Er zijn nu momenteel in Baku, in Azerbeidzjan, is de Internet Governance Forum. Er zijn heel veel belangenpartijen bij elkaar om te gaan discussiëren over waar we controle moeten hebben of niet. En of we nog net neutraal Privacy and Identity Laboratory. En morgen om 6:00 moet hij ook weer ergens ver weg zijn. Dus ik ben hartelijk blij dat hij hier is. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Jaap Henk Hoekman. Ja, Henk. Neutraliteit kunnen behouden. Netneutraliteit. Het wordt dus al een aantal keren genoemd. Ik ben daarom ook blij dat we een expert hebben hier die dat allemaal fijntjes technisch kan uitleggen. Hij is erg druk, want hij werkt bij TNO als onderzoeker cybersecurity. Hij werkt ook bij de Radboud Universiteit, bij de Digital Security Groep. En hij leidt dan ook nog het welkom. Jij gaat gewoon een presentatie doen. We gaan niet meer lullen, jij heeft mij al genoeg gehoord. Dus ik start hem even voor je op. Mooi zo. Hier heb je het dingetje, kan je daar klikken. 10 minuten netneutraliteit met Jaap Henk Hoekman. Dankjewel. Ik ga het over netneutraliteit hebben, maar ik ga het eerst met u hebben over netwerken. Ik ben techneut, informaticus.